Er komt minder plek om te parkeren in de binnenstad. De plannen om meer woningen te bouwen gaat voor meer inwoners zorgen. En dat betekent waarschijnlijk minder ruimte om je auto te parkeren. Als je de auto hebt en je woont in de drukke binnenstad die wij hebben, eigenlijk is het nu zo, als je een huis koopt, dan ga je ervan uit dat je in de buurt van je huis of in een parkeergarage een plek hebt. Dat is eigenlijk een parkeernorm van ongeveer 1, zeg maar. Nou, je ziet zoveel ontwikkeling, ook allerlei panden gespitst worden tot appartementen. Dat kunnen we niet meer, of dat willen we eigenlijk niet meer. We willen ook een stad die wat autoluwer is, waar bezoekers en inwoners ook meer ruimte hebben. Dus we gaan nu nieuw beleid maken voor het regelen van parkeren in de binnenstad, maar ook in de rest van de stad. De gemeente is niet van plan om het parkeren in de stad duurder te maken. Je ziet ook voorbeelden in andere steden. Daarbij gezegd wordt, als je hier een appartement koopt, dan is, als je vlakbij het station bent, is er een parkeernorm 0. Dus als je dan een appartement koopt, dan kun je er niet van uitgaan dat je een eigen parkeerplek hebt. Maar je hebt wel allerlei mogelijkheden om van A naar B te gaan. Dat is een voorbeeld uit andere steden. Ik weet niet of dat de oplossing is voor Dordt, maar het hangt ook een beetje van de plek af waar je woont. Met wat voor verwachtingspatroon je dan zo'n huis koopt. Ik woon zelf in een van de buitenwijken. Nou, dan is het heel logisch dat je ervan uitgaat dat je een auto kwijt kan en misschien twee. Maar als ik in de binnenstad zou wonen, zou ik die verwachting anders hebben. Er wordt nu nagedacht over een plan. Over een half jaar wordt het idee aan de raad voorgelegd.